Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie is vandaag begonnen met een driedaagse trainersprogramma voor haar personeel die belast is met het trainen van ondernemers. Minister Reshma Kuldip Singh zegt dat investeren in ondernemerschap begint bij investeren in het eigen personeel. Minister Kuldip Singh zegt dat deze training, die in samenwerking met de Turkse organisatie Comsec wordt uitgevoerd, bedoeld is om bedrijven bewust te maken van wat het is om in crisis hun bedrijf staande te houden. Tijdens de COVID-crisis hingen veel bedrijven over de kop. Kuldip Singh meent dat dit komt omdat de bedrijven niet wisten om te gaan met een pandemie. Nu worden medewerkers van de afdeling ondernemerschap getraind hoe zij bedrijven kunnen trainen om met een crisis om te gaan. De bewindsvrouw geeft aan dat deze training gezien moet worden als een stimulans voor ondernemerschap en de productiesector in Suriname. Je moet je mensen eerst trainen, je moet je mensen eerst scholen. Wil je gaan naar eigen productie, naar het stimuleren van je eigen producten. En dit is een van de dingen waarbij het ministerie bezig is. We praten over de hoge prijzen in de winkels. Waarom praten we over die hoge prijzen in de winkels? Omdat we importland zijn. Kennen we onze eigen producten? Nee. We importeren alles en we gaan de kosten moeten betalen. We gaan de prijs moeten betalen van import. De dure euro's, de dure dollars gaan we moeten betalen die onze koers bepaalt. En we moeten nou een keertje gaan beseffen. Er is nooit geïnvesteerd in het ondernemersklimaat. En wij moeten een keertje gaan beseffen dat wij moeten gaan investeren daarin. Weliswaar dat we misschien weer opnieuw gaan beginnen of op nul gaan beginnen. Maar je moet ergens beginnen. Als we die import willen indammen, dan moeten we gaan beginnen met onze eigen productie stimuleren. En dat is de Comsec training, dat is vrijdag de exportbeurs. Dus het ministerie is drukdoende bezig, het KMO-fonds. We zijn drukdoende bezig om ons ondernemersklimaat te stimuleren in Suriname. Directeur ondernemerschap Karishma Matura zegt dat het ministerie beschikt over een trainingsunit die ondernemers van kleine en middelgrote bedrijven traint. Het driedaagse trainende trainersprogramma moet bijdragen aan de versterking van deze unit. Er zullen 21 trainers van het ministerie, maar ook buiten het ministerie, worden getraind in de grondbeginselen van ondernemerschap. En hoe een businessplan wordt geschreven, maar bovenal wordt er gefocust op risk management. We weten allemaal, Suriname heeft te kampen gehad met COVID-19. En hoe zijn ondernemers eigenlijk, behalve lokaal, maar ook internationaal, boven COVID-19 uitgekomen? Turkije is daar een heel goed voorbeeld van en wij hebben dus gebruik gemaakt van de best practices die Turkije heeft gehad, wat zij allemaal hebben geïmplementeerd om hun SME's boven COVID-19 uit te laten gaan, om COVID-19 te laten overwinnen. Die expertise van Turkije zullen we hier dus gebruiken om onze trainers de capaciteitsversterking aan te bieden. Het is de eerste keer dat zo'n training door de organisatie Comsec wordt aangeboden aan het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie. Echter is dit het tweede project dat het ministerie met Comsec uitvoert. Het eerste project was het opzetten van een ondernemersdesk.